Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info, ga naar kulturu.com. Voor Kulturu TV. Je ziet een beeld, iemand met wie wij gaan praten vandaag over hem, maar ook over zijn werk, over zijn activiteiten, zijn bevindingen, zijn ervaringen. We gaan hem bevragen vandaag. We hebben van hem gekregen, dwars door zijn drukke agenda, een half uur om met hem te kunnen praten en hem te mogen bevragen over van alles en nog wat, zegt hij. Ik heb het over de voorzitter van het hoogste college van staat in Suriname, de Nationale Assemblée. Laat mij u vertellen dat ik niemand, ik herhaal, kijkers en luisteraars, niemand in mijn leven ken die rustiger is, kalmer is dan deze jongeman. Getrokken volledig uit de Surinaamse klei. Ik heb het over niemand anders dan Marinus B. Nogmaals de voorzitter van de Nationale Assemblée, hoogste college van staat in Suriname. Meneer B, van harte goedendag. Bedankt dat u mij hebt willen ontvangen en dat wij u mogen bevragen. Ik zit hier vanavond of vanmiddag met mijn assistente, mevrouw Stephanie Palm. En zij neemt het schrijversgedeelte voor haar rekening. Hoe is het met u? Goedendag, meneer Pijnen en assistenten, maar ook de kijkers van Kulturu TV, internet. Ik voel me zeer vereerd om dit moment mee te maken, nadat we een aantal mislukte pogingen hebben gehad om dit te kunnen bewerkstelligen. Ja, maar het ging puur om miscommunicatie. Maar we zijn blij. We zijn ook blij met de fight van u, toen we u hebben kennen. Dank u. En we zijn bijzonder verheugd om onderdeel te zijn van dit programma. Met mij gaat het naar omstandigheden goed. We zijn er via een medium. De samenleving hier te landen, maar ook in daarbuiten, Nederland, te informeren over alles wat mogelijk is. Ik hoop niet dat er vragen zijn die we niet gelijk kunnen beantwoorden. Maar als dat het geval is, zullen we dan een ander moment zoeken om dat te doen. Voor ons is het een begintraject van een goede samenwerking, waar we na ons voorgesprek die fight heel goed is, dus ik zou het willen behouden. Dank u wel, meneer Marinus B. U bent voorzitter van de Nationale Assemblée Suriname, hoogste college van staat. Eigenlijk bent u de baas van het land, hè? Nee, dat ben ik niet. De baas zijn alle 600.000 mensen die hier wonen. en ook degene, de Surinamers daarbuiten. Ja, we zijn gezamenlijk de eigenaren van dit land. Dus niemand belangrijker dan een ander. Wauw. Dank u wel. Meneer Marinus B. Was het niet zo dat ik me voorbereid had, was ik nu uit het veld geslagen. In ieder geval, meneer, u bent 3 jaar plus voorzitter van de Nationale Assemblée in Suriname. U heeft overgenomen van een zeer bevlogen vrouw. Mevrouw Simons, ja. Wat bent u komen aantreffen en hoe hebt u zich staande gehouden de afgelopen 3 jaren voordat ik andere vragen met betrekking tot die periode aan u ga stellen? Het waren geen makkelijke jaren, maar hoe hebt u zich staande gehouden en wat hebt u overgenomen van mevrouw Simons? Laat me beginnen dat dit is mijn 3e termijn in de Nationale Assemblée. Ik ben in die positie geweest om zowel vanuit de oppositie als de coalitie daarvoor de organisatie te dienen. Ja, ik heb
eerst samen met mevrouw Simons gewerkt vanuit de coalitie, 5 jaren lang, 5 innoverende jaren. En later vanuit de oppositie. Te zeggen, iemand van wie veel hebben geleerd als jongere parlementariër. Dat begeleidingsproces die we hebben gehad. En wij hebben heel veel van haar mogen leren. Uh-huh. Ze heeft ons gewoon op sleeptouw genomen. Uh-huh. Een innoverende vrouw die van werken houdt. En die ook kennis aan kennisoverdracht doet. Ik heb een organisatie in transitie overgenomen. U weet toen mevrouw Simons de organisatie geleid. Die is een traject ingezet ook in het kader van internationale benadering over parlement. En dat hebben we voorgezet. Ja. Ik ben ook, zij was ook lid van de Board of Pan-Americas. Ik ben ook al 2 termijnen gekozen in die Board van Pan-Americas. Dus we zijn internationaal bezig. Ook onlangs ben ik toegetreden tot de AWPL, dat is een peace organization worldwide in Zuid-Korea. Dus behalve dat we hier onze bijdrage leveren, proberen we ook internationaal een bijdrage te leveren. Om te komen tot een betere wereld. Ja, dan gaan anderen zeggen, ja, maar de stem van Suriname is klein. Ja, maar hoe klein het ook mag zijn, we hebben een stem en dat willen we etaleren daar, hier en daar. De organisatie, de Nationale Assemblée, waaraan ik nu 3 jaar leiding geef, we hebben wat veranderingen mogen plegen samen met het team. En we mogen niet ontevreden zijn. We blijven werken, we blijven timmeren om het te maken tot een betere organisatie. En totdat je het stokje overdraagt en de nieuwe voorzitter het werk zal voortzetten. Dat is iets van ons. Dus het gaat niet om de persoon Marinus B, maar het gaat om het instituut dat we op waardige wijze moeten kunnen uitdragen. Ja, uw kracht, meneer Marinus B. ligt hem, zoals ik eerder gezegd heb, in de kalmte die u uitstraalt, in de eenvoud waarmee u uw werk doet. U komt uit het achterland van Suriname, net zoals ik. Waar komt u precies vandaan, meneer Marinus? Ik ben geboren in Mongo, 52 jaar geleden. Maar ik ben zelf opgegroeid in Paramaribo. U weet zeker dat het 52 en geen 42 zijn? Nee, 52 okay. jaar geleden. Dank u wel voor uw compliment. En opgegroeid in Paramaribo in een achterstand hier, Abraproki. Is het nog steeds zo? Oh, toen. Ja, sorry, neemt u me niet kwalijk. Oké, toen in een achterstandsbuurt. Sorry. Nu zegt men hier in ontwikkeling, ik ben blij met die benadering, uh-huh. want daar heb je een bepaalde levenscultuur. Ik weet nog, ik maakte laatst nog een grapje met mijn kinderen. Waar ik woon, vinden ze te rustig, dus we rijden een keertje naar Rangulanweg om s'avonds zus van mijn vrouw te bezoeken. En toen zagen die kinderen die beweging, die drukte daar en ze vonden het zo leuk. En we zeiden, maar waarom wonen we zo in een rustige buurt? Kijk, hier is levend. We zeiden, ja, dus dit heb ik ook meegemaakt. En het is mooi, ja. Ik weet nog, op mijn 20ste jaar had ik een auto gekregen van mijn oma, wijlen mijn oma. En als je een auto op dat moment koopt, dat is het niet voor jou alleen. Het is voor de gemeenschap. Ja, mensen komen en zeggen van, ik heb die auto nodig. Nou wat je even. En wat zou je reactie zijn? Tanken erin, tanken. Ja, dus het is zo gemeenschappelijk. Dus fantastisch. Het leven is niet slecht. Het leven is anders. Okay. Ja, daar zijn we mensen. Ja? En als ik nu een voorbeeld geef met mijn buren, we groeten elkaar. Maar je weet niet eens hoe die mensen hun huizen van binnen uitzien. Ja, ik begrijp die verbondenheid heb je in zulke buurten niet. Maar terwijl in die buurten in ontwikkeling zijn we samen, we groeien, we eten, we spelen. Dus dat,
die beleving daar is super geweldig. Ja. Dat moeten we behouden. Ja. Natuurlijk willen we dat mensen het beter moeten hebben. Natuurlijk willen we dat de gezondheidszorg, maar ook sportfaciliteiten en educatieve mogelijkheden daar moeten zijn. Maar het leven is anders, maar is niet slechter. Oké. En dus dat is het. En we zijn bijzonder blij dat we van daar zijn gegroeid. En we vanuit het land nu op een bepaalde positie kunnen dienen met meer verantwoordelijkheid. Ja, en die verantwoordelijkheid vooral in de Nationale Assemblee, meneer Marinus B., heb je voor- en tegenstanders van verschillende politieke ideologieën. Ja. En, maar iedereen zegt, ik ben volksvertegenwoordiger, ik wil het beste voor het volk van mijn land hebben. Mm-hmm. En dan gebeuren er een heleboel vreemde dingen. Ja. Rare uitspraken. Pijnlijke uitspraken. Ik heb u twee momenten boos meegemaakt in de Nationale Assemblée. En toen was u echt boos. Meneer Marinus B., zorgt de politiek voor een tweedeling in onze samenleving? Als dat het is, is dat waaraan we snel moeten werken. Ja. Ik want dat moet het niet zijn. Nee. Ja? Je mag politieke stromingen hebben, maar het moment dat we gekozen hebben voor een bepaald bestuur, moeten we met z'n allen ervoor zorgen dat die ondersteuning krijgt. Yeah. Want als het niet goed gaat in Suriname, gaat het niet alleen niet goed voor zij die niet hebben gestemd op die huidige constellatie. Dan gaat het niet goed voor niemand. Yes. Als het goed gaat, gaat het ook goed voor ieder, ja? Ja. Dus, en we hebben het gezien bijvoorbeeld, ook zij die in het buitenland wonen. We hebben een moment gehad, na de periode van meneer Venetia, waar heel veel diaspora wederom hadden gekozen om terug te komen naar Suriname. Ja. Want wat zoeken mensen? Een beter bestaan, een beter leven, met verschillende betere mogelijkheden voor hun kinderen, begrijpt u? Ja. Dus wij moeten ook ervoor zorgen dat we blijven werken aan de ontwikkeling van dit land. En waarin we moeten geloven, en dat heilig ook, dat niemand anders het voor ons gaat komen doen. Wij moeten het zelf doen. Wij moeten knokken, wij moeten elkaar begrijpen. Wij moeten samenwerken. Wij moeten wederzijds liefde geven aan elkaar en zorgen ervoor dat we een betere positie internationaal gaan innemen met dit land. Velen zeggen me graag, ja, inderdaad, de basis is liefde en respect. Ja, ik zeg vaak, once more one ek is trobina tusma. Ja. Dus als er een aanvallen komen om dat te bewerkstelligen, is de manier hoe je mee omgaat als tegenpartij. Ja. Ja, luisteren naar elkaar en proberen jezelf te plaatsen in die persoon, zijn positie. Ja, en dus dat empathische. Dat moet je proberen om te ontwikkelen. Ja, maar de vraag is, waarom heeft die persoon dat gezegd? Ja, als ik in zijn positie was, had ik het zelf gedaan of zou ik het anders doen? Maar misschien, als ik een andere reactie had gegeven, was het anders gelopen. Dus dat zijn zaken die je vaak aan jezelf als mens moet stellen. En geloven van, dit land, niemand is belangrijker dan een ander. De verantwoordelijkheden kunnen verschillen. Maar ik heb net bijvoorbeeld mijn kerstafsluiting gedaan met het personeel. En van het jaar heb ik de afdeling van de interieurverzorger als beste afdeling uitgeroepen. En je zou denken van, oh, maar je hebt die juristen. Ik heb ze gezegd, ik ben tevreden met jullie prestatie. Maar bij hun was het geweldig. En dat moeten we ook. Die complimenten moeten we ook uitbrengen aan hen. Want ze zijn even belangrijk als de juristen, als de griffier, maar ook als de parlementariërs. Binnen uw college, natuurlijk, hè, volksvertegenwoordiger in de Nationale Assemblée, allerlei mensen, driftige mensen, agressieve mensen, mensen die goed van de tongriem besneden zijn, anderen minder. Maar goed, dat alles vormt één geheel. Ja. En daar staat u voor, vertelt u nu aan nu al 90.000 kijkers.
en luisteraars internationaal. Meneer B, is er een moment de afgelopen, pardon, kijkers, 3+ jaar, waarbij u gedacht heeft, ik kap ermee, ik hou ermee op, dit is niet mijn ding, sorry, ik ga weg? Ik had een dienstreis ondernomen naar Japan. Ik heb u ook ervan langs gegeven, yeah. Dat geef ik gelijk toe. Okay. Onterecht. 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 Uiteindelijk, het was een politiek steekspel. Ja. En op dat moment heb ik gezegd, is de politiek iets voor mij? Ja. Dat we in staat zijn om zo met vuil te smijten. Ja, u bent erin geluisterd, ja. Naar achteraf nee, bekeken. Ik ben niet eens erin geluisterd. Bijna? Nee, het is karaktermoord, niet plaatsgevonden. Ja. Maar als je blijft geloven in een schepper, dan gaat u uiteindelijk mensen, de leugens is heel snel, maar de waarheid, geloof me. Die komt ja, op de rug van die secret party. Ja. Ja, dus ik wist dat dat moment zou komen. Okay. Ja, en iemand zei, u bent een groter eruit. Ja, want de waarheid ligt daar. Dus op dat moment, en vooral mijn art in de politiek, is om niemand zwart te maken, niemand uit te schelden. Ik vind, al zijn er ideologische verschillen, ja, we hebben één doel, als het oprecht is, om dit land te verheffen. Ja, u zult mij nooit horen dat ik iemand onheus ga bejegenen. Ja. En ik doe ook niet aan populisme politiek. Ik zeg, ik heb problemen met de mensen die mijn page beheren. Als ik iemand iets geef, moet ik op mijn page plaatsen. Ik zei, nou, dan verlies ik de verkiezing. Maar met iemand zijn noden, hij heeft geen politiek bedrijf. Ja? Dank je wel. Dat ik, en daarom doe ik niet aan alles mee. Als het gaat om onderwijs, ik heb bijna 7 studenten die ik maandelijks ondersteun, al hun studie betaald. Maar ik ga niet zeggen wie ze zijn. Ik ga ook niet zeggen, kom en laten we foto's maken. Ik vind, ik ben in die positie, ik verdien een bepaald bedrag en ik reserveer samen met mijn gezin een deel om sociaal zwakkeren te ondersteunen, ja? Maar dat is voor mij en God, ja? Yeah, yeah, is niet yeah. Voor de samenleving. Maar soms word je verweten alsof je niks doet. Dus je komt dan tussen een spanningsveld. Yeah, yeah. Ja, maar ik zeg, ik ga dat niet doen. Dat is niet mijn aard. Ik heb het zo geleerd van mijn ouders. Ja. En saaie detail is, ik ben opgegroeid in die Jehova's getuigen leer. Dus, is wel een interessant detail. ja, we doen een aantal dingen die bijvoorbeeld van het jaar. Ik dacht dat mijn personeelsleden boos zou worden op me. Ik zag een begroting van zoveel tonnen om aan het eind van het jaar feest te vieren. Dus toen het bij mij kwam om het te akkoorden, heb ik gezegd, ik kan niet doen. Waarom voor het? Luister, we leven toch in een crisis. Ja. Hoeveel mensen hebben we? 100 zoveel personeelleden. Deel dit bedrag en stort het op de rekening van die mensen. Ja? En het is bijna 7000 per persoon. Dus wow. Toen ik die mededeling deed, jullie gaan boos op me worden, we gaan niet feesten. Maar dit is mijn besluit geweest. Iedereen begon te kloppen. Ja. Want voorzitter, een betere besluit had u niet kunnen nemen. Kijk dus, zo. Want die mensen hebben het moeilijk. Ja, zo, waarom zo. Gaan we dansen, dit en zo. En vooral van de subdancing. Dus dan, met die middelen kunnen die mensen iets beter doen met hun gezin. Ze kunnen uitgaan, eten, in plaats van 2 uur. Dus dat is meer de basis van mijn benadering, vanuit de opvoeding, geestelijke vorming. Ja, ik ben begonnen als RK bij Baten Noordermeer, nog steeds hebben we contact. En later is mijn moeder Jehova's getuige geworden. Toen mochten we mee en zo. Dus we hangen de leer. Geweldig. Meneer Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblee Suriname.
We hebben het al gehad over de vele karakters die in uw college zitten. Er wordt flink gescholden. Niemand kan u beschuldigen van het schelden. Twee keer heb ik al eerder gezegd, bent u boos geworden op mensen die het niet zo nauw namen met woordkeuzes binnen uw college van staat. Als u boos wordt, dan wordt u ook echt boos. In principe mag je niet boos worden als mens. Elke keer wanneer je boos bent geworden als mens, kort je je leven in. Je doet een emotionele aanslag op jezelf, je gezondheid. Dus probeer niet boos te worden. Ja? Of minimaliseer het. Met betrekking, kijk, parlementen wereldwijd, ja, is een Spanisch film. Ja? De ideologie verschillen. De belangen verschillen en je krijgt constant botsen. Maar ik zeg, dat hoef je niet op een manier te doen die, ja, waar je anderen gaat disrespecteren. Je moet het met woorden kunnen doen. We hebben tijden gehad waar je gewoon gekluisterd zit aan je televisie of radio om te luisteren naar parlementariërs. Die tijd is voorbij, meneer Marinus B. Nee, het is niet voorbij. Het gaat komen. Weet je waarom? We hebben een tijd van veel ervaring. Nu een tijd van mensen die weer in de leer zitten. Ja? Dus die ene generatie is weg. En er is niet gezorgd voor opvolging op de juiste tijd. Ja. En nu krijg je te maken met een heel jong generatie. Die moet overnemen. Bijvoorbeeld dit parlement. Ja. 34 van de 51 leden zijn nieuw. Ja. Twee derde deel is gewoon nieuw. Dus verwacht u dat ze gaan functioneren als een Kruisland, een Playfair, een Rogers, een Adil Kalan, noem maar op. Ja. Dus we moeten weer in ze gaan investeren. We moeten weer ze gaan begeleiden, nationaal, internationaal, om op zo'n niveau te komen. En we geloven dat dat gaat lukken. Wat van u verwacht dat u à la vrouw Fortuna, zonder aanzien des persoons, uw hamer hanteert? Toch hebt u een bepaalde politieke ideologie. U leert een bepaalde politieke partij. Is dat moeilijk, meneer Marinus Bey? Is het moeilijk? Het is niet moeilijk. Nee, hè? Die stoel dwing je dan. Oké. Ja, maar natuurlijk, niet altijd gaat men eens zijn met je. Ik neem als voorbeeld, meneer Bosma is voorzitter van de Tweede Kamer. Komt vanuit de PVV, een hardline ideologiepartij. Ja. En ik heb gezegd, het moment dat ik hier ben, ben ik voor alle leden, ja? En ik ondersteun de ideologie. Ik praat met ieder. Behalve die openbare vergadering. Ik ontvang alle leden. We praten. Als ik merk dat bijvoorbeeld een lid zich heeft misdragen, laat ik het niet daarbij. Ik nodig je uit. Zeg, luister, je bent een goede parlementariër. Je kan een betere bijdrage leveren. Maar let hierop, ja? En laten we proberen om de organisatie te verheffen. Er is veel kritiek op ons functioneren. Maar ik zeg, in die democratie, als je geen nationale assemblee hebt, heb je geen democratie. Dat waarvan acte. Dus, meneer Marinus Wey, de nationale assemblee die moet te alle tijden het volk mennen, behalve de regering of buiten de regering om. Dit volk heeft het zwaar voor de kiezer gehad. U heeft net ook al aangegeven, we leven in een crisis. We leven in verschillende crisissen. Ja. We hebben een economische crisis, een financiële crisis bijna als je niet oppast. We hebben een politieke crisis ook. Namelijk, kijkt u maar naar de recente ontwikkelingen met betrekking tot het proces Bouterse. Bouterse, het proces is eindelijk verzuchte mensen achter de rug. De man heeft de veroordeling gekregen die al boven zo'n hoofd hing, 20 jaar gevangenisstraf. Gaat Suriname nu eindelijk een beetje ontstressen, een nieuwe fase in? Ik neem van wel. En als dat niet het geval is, wil ik
via uw medium gebruik maken om op te roepen dat we dat proces inzetten, hier ter lande, maar ook daarbuiten. Ik sprak laatst nog met iemand, we spraken over de cultuurverschillen tussen de Suriname hier ten lande en de Surinamers daarbuiten. Ja? Yeah. We moeten proberen om meer naar elkaar toe te groeien. Die etnische barrière moeten we gaan overwinnen, die religieuze barrière, maar ook die politieke verschillen. Omdat al die dingen kunnen zorgen voor barrières om te komen tot die nationale ontwikkeling. En het begint niet bij u. Het begint bij mij, bij mezelf. En als iedereen dat zegt tegen zichzelf, het begint bij mijzelf, dan voordat je denkt, dat wordt overwonnen. Ja, is een verantwoordelijkheid die een ieder zich moet aanmeten. Van luister, ik wil een bijdrage leveren. Ja. Dus dat is iets dat we met z'n allen doen. Is de heer Marinus weer een optimist? Ja, ik geloof heilig erin dat dit grondgebied dat de schepper ons heeft gegeven. Ja, er is geen betere op aarde. Maar we moeten doen wat we moeten doen. Ja, we moeten het samen opbouwen. En we hebben kansen. We hebben veel kansen gemist. Ja. Ja, maar laten we die zien als leermomenten. Okay. Om het steeds beter te doen. Ja. Venezuela en Guyana, meneer Marinus B., die zitten met elkaar te makkelijk over een stukje land. Suriname heeft dat ook ervaren wanneer het om Guyana gaat, maar ook om Frans-Guyana. Maar laten we ons eventjes beperken tot Guyana. Als volksvertegenwoordiger, als voorzitter van de volksvertegenwoordiging, krijgt u dat ook op uw bord, op uw tafel. Denkt u dat na wat er ook zal gebeuren tussen Guyana en Venezuela, Suriname aan de beurt zal zijn voor wat betreft Tigri, het stukje grondgebied dat nu betwist gebied heet. Wat zal daar gaan gebeuren, denkt u? Misschien is het niet de juiste vraag aan de juiste persoon, maar als volksvertegenwoordiger ben ik benieuwd naar uw mening over dat vraagstuk. Wij moeten gaan naar een gezamenlijke standpunt. Want dit is het standpunt van Suriname. Want over en weer maken we nog steeds verwijten. Ik hoor bijvoorbeeld leden van de NDP standpunten van dit moeten we niet doen. En dan zeggen die mannen van de coalitie, maar je hebt 10 jaar de kans gehad. Wat heb je gedaan? Ja, begrijp je? Dus dat moeten we nu. We moeten proberen om dat achterwege te laten. Okay. We moeten gewoon komen bijeen en zeggen van luister, dit is Surinaams standpunt en zo willen we het oplossen, dit moet het traject zijn. Maar wat ik ga doen, bij de behandeling van dat verdrag met de Fransen, was ik er niet. Ik heb het vanuit afstand gevolgd. Ik ga komend jaar, vroeg in het jaar, een comité-generaal uitschrijven. En dat is vergaderen achter gesloten deuren. Ja, waar, want sommige informatie zijn te gevoelig om zo aan het publiek te delen met elkaar. Ja. En geloof me, achter gesloten deuren vinden we elkaar makkelijker. Politici zijn mensen, voor en buiten de camera zijn ze anders. En als je zakelijk voor dingen wil oplossen, is het beter om het buiten de camera te doen. En dan komen we met een gezamenlijke verklaring. Oh, okay. Ja, dus we maken de mensen hun hoofd niet moe met onze politieke verhalen. Okay. Maar gewoon met het resultaat dat goed is voor die samenleving. Ja. Dat gaan we met z'n delen. Dus dat zal het project zijn om te komen tot 1 Surinaams standpunt. Mooi. Suriname, u heeft het in het begin van, van het gesprek hebt u al gezegd, meneer Marinus B., dat we met 600.000 mensen hier te landen wonen. We hebben een gigantisch groot stuk land. We hebben rijkdommen zat, oil en gas, hout, goud, water. En we hebben wind zat hier in het land. Dus we kunnen alle kanten uit wanneer het gaat om de rijkdommen die worden beschouwd als het
makkelijk kunnen maken van het leven in die landen waar die rijkdommen er zijn. Meneer Marinus Bey, als je kijkt naar Suriname nu en je kijkt naar de toekomst, maar ook een beetje vanuit het verleden. Wat denkt u, waar staat Suriname, waar gaat Suriname toe? Waar denkt u dat Suriname zal staan over 5 jaar? 5 jaar is te kort. Ik zie een Suriname over 20 jaar. Oké, okay. Interessant. De middenmoot in de wereld. We hebben te veel mogelijkheden als land. Maar ook de jonge generaties, politici die komen, gaan het anders aanpakken. Kijk bijvoorbeeld, ik heb een ontwikkeling gezien in Afrika. Ja. We hebben momenten gehad waar ja, leiders het woord corruptie niet gebruiken, maar echt een kleine groep faciliteerde. Ja, en die heerste over het land jaren met veel koop en zo. Maar wat we zien, de nieuwe leiders in Afrika gaan voor die ontwikkeling van het land. Van hun landen, ja? Ja. Daar in Afrika. En dat gaat ook gebeuren in Suriname. We hebben een tijd gehad van elitaire politiek voering. Ja? Zij daar en de rest beneden. Maar wat nu gebeurt in Suriname, het bestuur gaat steeds breder. En iedereen voelt zich betrokken. Iedereen gelooft in een positie in het bestuurscentrum. En als je die ruimte krijgt, ga je proberen om het beste van te maken. Dus ik geloof in een Suriname die zeker in de toekomst tot de middentop gaat boven. Over 20 jaar, Suriname is een zeer gemaleerd bevolkingsgroep. Hè? We hebben Afrikanen, we hebben Hindustanen, we hebben Javanen, we hebben Chinezen, we hebben Indianen. We hebben... Iedereen hebben we. Iedereen, ja, maar ook Mennonieten. Een kleine verenigde natie. Een kleine verenigde natie. Ja. En tegenwoordig schijnt het zo te zijn dat we plotseling bijna uit het niets Mennonieten erbij hebben. Dus ik weet niet of dat het geval is nog. Ik ja. Hoor die discussie. Ja. En de regering moet ons meer erover komen vertellen en dat wij dan een besluit gaan nemen daarmee om te gaan. Want kijk, iedereen mag komen. Maar we willen geen gemeenschappen, althans mijn persoonlijke mening, die zich gaat afzonderen van anderen. Ja, want anders kom je aan ons cultuurpatroon. Ja, en we werken juist naar samenbrengen. Ja, we hebben jaren naast elkaar gewoond, maar nu is de tijd om met elkaar te wonen in het land. Dus, en daarvoor moet er geen ruimte zijn voor anderen om dat proces te komen verstoren. Dus... van de Mennonieten weet u nog niets. U hoort het, maar u weet nog niks. Mogen we bij u terugkomen als u iets weet over de Mennonieten? Ik denk dat de afspraak is van vandaag om vaker met elkaar in gesprek te gaan. Dat is vanaf het begin van het gesprek gezegd, inderdaad. U heeft tijd voor ons ingeruimd. Ik kan helaas geen afscheid nemen zonder u te vragen, meneer Marinus Bey, wat u denkt van de komende verkiezingen over 1,5 jaar, deze coalitie, uw internationale politiek voering is aangeslagen. Wat denkt u over 1,5 jaar van de ABOP? Waar staat de ABOP? Meestal als ik als voorzitter van de Nationale Assemblée een interview doe, wil ik niet praten over de politieke organisatie. Okay. Maar ik zeg met betrekking tot de verkiezing, laat het beste partijprogramma winnen. Dan gaat het niet om één partij, maar wie het beter kan doen. Daarvoor bid ik de schepper om ons daarin te begeleiden. En iedereen, vanuit welke positie je ook bent, je moet en kan een bijdrage leveren. Ik hoef geen voorzitter van DNA alleen te zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit land. Ja? Minasranamtje. Wie is nou een kroon waar je mee tegen poeswaansanti? En ik weet dat het oprecht is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van dit land. Dan ga ik dat doen. Wow. Ja, dus dat is mijn benadering. En laten we samenwerken. Tot slot. Ja. Wat in de Nationale Assemblée zorgt voor deining, meer dan deining, reuring, meer dan reuring, oorlog bijna, is grondconvers.
Gisteren hebt u samen met de president van Suriname, de heer Chantika Pasatsan Toki, en de minister van GBB, mevrouw Porsche, Lota Forswijk, hebt u aan een 200-tal, ik had meer geteld, maar goed. 400. Kijk. Intensiteitsverklaringen, zeg ik het goed? Bereidsverklaringen. Ja. Uitgedeeld aan mensen die eindelijk een stukje grond krijgen. Ik was al begonnen te zeggen, Suriname is zo groot. We hebben zoveel land. En toch zijn er problemen, meneer de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B. Van Suriname, met grond. Is het terecht, en dat is mijn oprechte vraag aan u, dat één persoon in Suriname 7 voetbalvelden aan land heeft, terwijl een andere niets heeft? We gaan moeten werken dat iedereen een stukje grond heeft. Ja. Ja? Omdat dat kan zorgen voor duurzame groei, duurzame ontwikkeling. Ja. Maar om terug te komen op uw vraag met betrekking tot grondconversie. Ja. De president heeft een verantwoordelijkheid, de Nationale Assemblée heeft ook een verantwoordelijkheid. Ja. Eens of niet eens met de president, de wettelijke mogelijkheden die hij heeft om met staatsbesluit zaken te regelen, heeft hij. Maar wij hebben als Nationale Assemblée ook de ruimte om zaken te ordenen via wetgeving. Dus wat wij moeten doen is om onze verantwoordelijkheid te nemen en doen wat goed is voor de samenleving. En dat is om die wet die wij ook in behandeling hebben, die naar te kijken en zo spoedig mogelijk te behandelen. En dat staat boven een staatsbesluit. Tot slot, meneer Marinus B., want hij wordt aan u getrokken. Kijkers, luisteraars, hij moet echt gaan. Tot slot, de regering van Toki Brunswijk. Zou u als volksvertegenwoordiging, hè, want u bent gebaat bij goede regenten in het land, zou u deze regering nog een kans gunnen vanuit uw integere optiek? We hebben als land een constitutie. Het zegt, om de 5 jaar hebben we verkiezingen. En wat doe je? Wanneer die 5 jaar er is, ga je evaluatie plegen. En je gaat zaken op balans brengen. En op basis van dat resultaat neem je een besluit. Ja. Want er gebeuren goede dingen. Er gebeuren minder goede dingen. En er gebeuren ook slechte dingen. Ja? Dus voor nu, we zijn nog in dat traject om te komen tot het punt waar we zeggen, oké, en ik ga je beleid evalueren. En op basis van dat besluit, als het positief is, zeg ik, nou, ze verdienen een kans. Maar als het ook negatief uitvalt, dan zeg ik, tot hier, dankjewel voor uw bijdrage aan land en volk. Maar laten we dan kiezen voor iemand anders. Maar voor nu ben ik nog niet in de positie om een uitspraak daarover te doen. Dus ik wacht het moment af en ik denk met mij vele anderen. Met een eerlijk mens, de zaakgelastigde of wie hij ook mag zijn van de Amerikanen in Suriname, via de Nationale Assemblée eergisteren, 4 dagen geleden, een groot compliment gemaakt en gezegd, dit land demonstreert hoe democratie werkt in de wereld, heeft hij gezegd, woorden van gelijke strekking. Ik ga u bedanken voor uw eerlijkheid, uw openheid en ik wens Suriname vele Marinus B's toe. Mede namens de kijkers van Culture TV, mijn collega mevrouw Stefanie Palm. Meneer Marinus B, dank u wel. Ook dank u. Laat me gebruik maken van de gelegenheid om alle kijkers van Culture TV vrolijke kerstdagen te wensen. Een zalig uiteinde en een voorspoedig 2024. En Culture TV te blijven ondersteunen en die informatiestroom die ze naar ons toe doen. Het is welkom en we hopen dat ook vanuit hun organisatie het duidelijk blijkt dat we samen kunnen werken naar ontwikkeling van dit mooie land. Dank u wel. Dank u wel. Kijkers, rapengel aan de andere kant van de camera. Je ziet hem zitten, de kalmte zelf. Meneer Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée in Suriname, hoogste college van staat, met u vandaag gepraat hebben in een notendop over hem,
en zijn politieke carrière en zaken. Bedankt voor het kijken en luisteren. Dank u wel, mijn collega Stefanie Palm, voor uw bijdrage. Ik groet u en zeg tot snel. Tot de volgende keer. Dag. Heb jij een bedrijf of product? Laat ons jouw product of dienst promoten. Voor meer info ga naar kulturu.com. Happy, 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 happy. Make you day a bells a jingle. Can say say come, go jingle. Wish you single, yeah. Make you day na sterna top fu a boom. And brief ya fu na new year say come. Oh jingle, wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy, happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Fostro yogi shari mi mati e wisi firatori di pinyu ati imzuku ye pi fo salati te ye duengi yu ine fir yu tre flagi if ye du na nga opo ati me isembe sita ya sa oto fasi na yu wade no mlasi ye ye ma make you de a belsa e kingdom. Quero face a cone, oh jingle, wish you single, yeah. Make you the nasterna top full a boom, and praise ya full a new year say come. Oh jingle, wish you single. If what you to feel, go yet me to a, leave one in a day, fall it and stress. Ga voor verbeteren, corona no berekening. Ga voor je zegenen, maak een breder ken, ik ga door de gebeden vind. Dan kan de dingen zagen tevreden vind. Nog spang ik niet de jongen als aan in Jezus' naam. In Jezus' naam. Maar kan dat systeem schrift niet laten. Hoe mee kwam voor mijn pastij. Maar ik kan gewoon om. Put putu, they make we sting go fill the air. Kesa yen si jana gi alaman. Ya, di manga you wish a dalaman. Ya, kes na gi you tu alasra na man. Ano gi de wasa gudu. Kes na one day fu ala bondru. This make you de a belsa e jingle. Kes face e kong. Wo jingle. Wish you single. Yeah. You de na sterna top fu a boom, and praise ya fu na New Year say come. Oh jingle, wish you single, yeah. We wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy.